Ondanks het feit dat VVV nog altijd die achtste plek in handen heeft, is de vorm dramatisch van de ploeg van Kruis. Laatste zes wedstrijden niet weten te winnen. Nu op bezoek bij de nummer 16, Helmond Sport. Half kansje, het schot van Smans en van Rooyen. De bal nog aanraakt, eigenlijk een beetje in de weg staat daar. Helmond is wel min of meer uitgevoetbald. Zou alleen nog iets hoger op de ranglijst kunnen eindigen. Pakte vorige week een punt tegen ADO, hielp VVV daarmee misschien wel een beetje. De Boer. De voorzet is goed, daar is Smans. Een uitstekende redding van Havenkotten. Komt een achterstand voor de ploeg van Bob Peters. Ook Helmond draait trouwens niet zo lekker. Die hebben maar één van de laatste zeven gewonnen. Hier gaat Van Keijlegom, daar is Kaars. Die komt net niet bij de bal. Ingreep van Van der Gouw, dan Lyon. Die aanvalstrand zijn een beetje halve kansen voor Helmond. In die eerste helft. 0-0 is ook de ruststand. Dan is hier wel een hele grote mogelijkheid. Voor VVV, Alouche loopt tegen die bal aan. Weer is het Havenkotten. Dan twee, drie uitstekende reddingen heeft verricht. En dan de fout van den Einde. Smans geeft hem aan Braken en die schiet hem uiterst precies binnen. Sven Braken gaat vertrekken. Kwam er niet uit met VVV over een nieuw contract. Gaat naar de Belgische tweede klasse. Die bij KMSK Deinze gaat spelen. Maar hier maakt hij wel een heel belangrijk doelpunt voor VVV. In de strijd om de play-offs. Eindelijk ook weer een doelpunt voor VVV. Was de afgelopen twee wedstrijden niet gelukt. Nu gelijk de volgende kans met Venema, die is ingevallen. Goede kapbeweging. En weer Havenkotten. Dan pikt Venema de bal nog een keer op, maar daar komt niets meer uit. Er zijn nog 20 te gaan in Helmond. Als Venema de bal op de hak gespeeld krijgt. Dan Madi weg, die is snel. Hier is Madi. Daar is Arias, die is ook ingevallen inmiddels. Uitstekende bloktackle daar. Maar goed, aanval loopt nog door. Van Ooyen met de voorzet en dan is nog Arias. Met de 1-1. Zijn eerste doelpunt van het seizoen. En zijn laatste op Nederlandse bodem maakte hij in dienst van VVV. Er komt geen winnaar bij Helmond VVV. En dat betekent uiteindelijk huurpuntenverlies voor VVV in de strijd om de play-offs.